In het voormalige gigantische gebouw van Shell in het Rijswijkse Plaspoelpolder huurt multinational Eurofins een kleine 3000 vierkante meter. In 9 weken tijd is daar een laboratorium uit de grond gestampt. Het is bijna klaar. Vanaf maandag verwachten wij dat het laboratorium volledig operationeel is. De bedoeling was deze zomer nog dat het lab vanaf begin oktober al 9000 coronatests per dag zou verwerken. En dat de capaciteit rond dit moment op de 35.000 à 40.000 per dag zou zitten. We waren van plan om onze eigen locatie, zeg maar, het lab op te zetten. Alleen omdat we zoveel mensen nodig hebben, we hebben uiteindelijk 155 mensen rondlopen, wel in verschillende shifts. Konden we de coronaregels niet garanderen voor alle mensen. En daardoor hebben we besloten om naar een andere locatie over te gaan. Met dus behoorlijk wat extra stappen in het proces die we moeten doornemen. Het proces voor de analyse is in dit lab bijna helemaal geautomatiseerd. 1 zo'n machine kan 5000 tests per dag verwerken. Er staan er nu 3, er komen er nog 9 bij. Die tests gaan nu allemaal nog naar een laboratorium van Eurofins in Duitsland. En dat blijft nog wel even zo. De GGD's moeten hier volledig in meegenomen worden om dus te begrijpen wat het proces is. En ook uiteindelijk logistiek moeten we daar de buizen waar de afnames in worden gedaan, moeten om worden gezet naar ons laboratorium. En als dat allemaal achter de rug is, dan kunnen hier in Rijswijk dus tienduizenden coronatests per dag verwerkt worden. Dat scheelt een heleboel heen en weer gerij naar Duitsland.